Welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. De beslissing is gevallen in de Eredivisie. FC Twente is kampioen. En daar gaan we natuurlijk vandaag uitgebreid over napraten. We zijn benieuwd of de Wie heb ik aan de lijnlijn wel van persoon gewisseld is tussen het feestgedruis door. Maar daar gaan we achterkomen. En we praten over de kansen van ADO Den Haag in de bekerfinale. Frank Wielaert, Sanne van Dongen en Sjaak Polak, dat zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Welkom allemaal. Dit is de talkshow over het Nederlandse professionele vrouwenvoetbal. Elke week zijn we te zien op YouTube, maar zorg er ook zeker voor dat je je abonneert op je in je favoriete podcast-app. Sanne, hele goedemorgen. Goedemorgen. De ontknoping is geweest. Heb jij daar ook zo van genoten? Ik zat op het puntje van mijn stoel gisteren. Absoluut, hè? En ik werk dan en dan zit er altijd een collega naast mij heel vlakbij. En we waren wel een beetje soort van ingezakt voordat die 1-0 van Stolzen viel. Maar toen die viel was het echt een uitbarsting van what the fuck? Ja, toen kreeg ik opeens ook een appje van jou. Zo, what? Ja. We zaten in één keer weer helemaal ik dacht, erin. Ik had het al 0-0 zien worden. Ik zag het al helemaal gebeuren naar volgende week. Dat dacht ik ook. Ineens waren we wakker en was het gedaan. En is de ontknoping gewoon geweest, 1 ronde voor het einde. En laten we daar gelijk mee beginnen, want dat is natuurlijk het nieuws van deze week. De kampioen is bekend. FC Twente heeft de schaal. En laten we bellen met een van de kampioenen. Niet de minste, de aanvoerster van FC Twente, Renate Jansen. Hallo. Ja, goedemorgen, kampioen. Goedemorgen. Hoe is het met je, Renate? Nou ja, kan niet beter, denk ik. Gefeliciteerd namens ons allemaal hier in de studio. Wat een fantastische ontknoping was het gisteren. Ja, yes. Heb je ermee geslapen? Hey, hier is nou, niet heel veel. Waar heb je de medaille om gehad toen je de hele nacht? Ja. Nice. Zeker, je hebt dus bijna streamen van in je nek. Zo hard zit hij op. Ja. Nou, Renate, ja. Ja, we hoeven het bijna niet te vragen als ik een heel klein beetje naar de oogjes kijk. Maar hoe hebben jullie het gevierd gisteravond? We zijn na de tijd naar de Goalsvesten gegaan. Daar was er een ruimte afgehuurd. Daar hebben we gegeten, gedronken, gezongen, gekletst, gelachen en gevierd. En toen daarna, op een gegeven moment moesten we daar natuurlijk uit. En toen zijn we naar mijn huis gegaan. En daar hebben we het nog even verder gevierd. En ben je daar nu ook, bij jou thuis? Ik ben nu bij mij thuis, ja. Ja, kun je nog eventjes, zijn er nog wat resten te zien van het feestje van gisteren? Ja, teamgenoten op de bank. Nee, die zijn jammer. Niet. Eigenlijk wel leuk dat we live konden aanschouwen hoe de rest brak bij jullie in de huiskamer ligt. Maar hoe laat is het geworden? Oh, nou dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik vind het wel best leuk. Ik heb geen benul van tijd gehad. Wat zeg je? Ik heb geen benul van tijd gehad. Nee, maar dat moet je ook helemaal niet hebben joh, als je kampioen wordt. Nee. Waar is die schaal nu? Heb jij niet nu lekkere ontbijtbroodjes op die schaal die je zo binnen kan brengen? Nee, daar vroeg ik me net ook al af wie hem heeft meegenomen. Nee, dat zou ik niet weten. Als jouw teamgenoten kijken, jongens, waar is de schaal? Want Renate is hem even kwijt. Ja, hij zal wel weer achterin een auto zijn gelegd en door een nuchter persoon zijn meegenomen. Kortom, hij ligt gewoon ergens achter in de auto, want ik denk niet dat er iemand nuchter is gebleven na het feestje, toch? Nou, sommigen die waren wel iets nuchterder, maar nee, ja, ik heb geen idee. Nee, supermooi. Het duurde gisteren lang. Sanne zei het net ook al, het duurde lang voordat de ontknoping er was. Had jij zelf op een gegeven moment het gevoel van misschien als we nu scoren, dan hebben we hem wel? Ik weet niet, het was gewoon een hele rommelige wedstrijd. En het leek wel alsof bij iedereen de spanning in de benen zat. En we kwamen er niet echt doorheen en het ging allemaal niet zo heel lekker. En ja, als je dan scoort, dan maakt het niet uit hoe laat, of tenminste hoe laat het in de wedstrijd is. Want al was het eerder gebeurd, dan had het misschien wel iets anders geweest. Maar het was gewoon heel moeilijk. En uiteindelijk dan weten we toch te scoren en dan krijg je mee wat er op het andere veld gebeurt. En dan weet je het wel. En dan is het dicht houden en vieren. Maar wisten jullie de hele wedstrijd dat Ajax voor stond? Nee, ik in ieder geval totaal niet.
Dat wilden we eigenlijk ook niet weten, want ik denk dat er alleen maar dan nog meer spanning op komt. Ja. En bij ons viel het scorebord ook nog uit, dus we zagen ook niet hoe lang het zeg maar nog bij onze wedstrijd was. Oh. Jaak, heb je nou de stekker eruit getrokken even voor de spanning? Nee. Ik wilde wel aangeven dat PSV 4-0 voor stond, maar uit respect heb ik dat maar niet gedaan. Want ik ben al heel vervelend aan de kant, maar ik heb gewoon... het respect gehouden. En nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Sjaak. Ja, en Renate, de schaal is nu dus even weg. Maar eigenlijk vind ik dat je volgende week toch eventjes langs moet komen met die schaal. Om ook eventjes aan de fans van de podcast en de talkshow te laten zien dat jullie de kampioen zijn. Want dat hadden we toch in het begin van het seizoen niet verwacht. Oké. Dat kan. Ik moet even kijken hoe het tijd ook dat allemaal gaan regelen. Maar de schaal komt wel in beeld. Dat zou ik leuk vinden. En vandaag, laatste vraag, maar vandaag dagje vrij? Vandaag, morgen en overmorgen dag vrij. Dus jullie kunnen nog 3 dagen feesten. Ja, precies. Nog een kleine afterparty. Wellicht. Renate, super stoer en super leuk dat je aan de lijn wilde komen zo vroeg op deze maandagochtend na het knalfeest. Ik wens je heel veel plezier met nagenieten. En een hele fijne dag. En even rustig aan met de kater. Even een eitje bakken. Ja. Dan ben je er zo weer vanaf. Maar respect dat je even bij ons wilde zijn deze ochtend. Zeker. Nou, graag gedaan. En fijne uitzending nog. En we spreken elkaar. Dankjewel, topper. Renate. Even. Ciao. Doei. Ja, leuk. Dat was heel leuk. We hebben nog een paar andere nieuwtjes van deze week. Feyenoord heeft namelijk toegeslagen op de transfermarkt. De eerste speelsters die zijn binnen. Het gaat om Anouk Boshuizen en Selaini Obispo van ADO. En Kim Hendricks van Excelsior. Een andere Hendricks, aanvoerster van ADO, Gwinnett. Die verlengde wel haar contract, dus zij blijft nog even in Den Haag. En bij de Haagse club zijn ze ook al helemaal klaar voor de bekerfinale op 5 juni. Want je kunt een heuse bekerfinale sjaal bestellen. Is non-spon trouwens dit. Heb jij helemaal de sjaal, Sjaak? Wij hebben een hele mooie sjaal gekregen, ja. Oh, leuk. Ja. Alleen ik heb hem heel even weggelegd. Want ik wil hem pas zien in die week. Ja, het zal een mooie wedstrijd worden. Maar we hebben eerst nog Ajax thuis. Dus daar willen we ook nog een mooie generale neerzetten. En dan van daaruit veel vertrouwen tanken naar die finale toe. Precies. Daar gaan we het zo meteen zeker nog even uitgebreid over hebben. Over jullie kansen. Ga ik eerst nog even naar mijn tweede gast hier aan tafel. Hij is hier voor de tweede keer. Hartelijk welkom, voetbalcommentator Frank Wielaert. Goedemorgen. Jij was bij Twente ADO gisteren. Heb je nog een sipje champagne meegekregen of wat champagne in je oog? Want op een gegeven moment zag ik het overal naartoe gaan. Nou, ik zat er met mijn neus bovenop, maar het heeft me allemaal gemist. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Nou, zelf niet eens 1 sipje meegekregen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Het is niet mijn feestje, het is het feestje van FC Twente. Dus daar moet het ook gewoon laten. Is ook zo. En dan de laatste gast, we hoorden hem natuurlijk al eventjes. Oudspeler van onder andere Excelsior, Twente, ADO en Sparta. En tegenwoordig hoofdcoach van ADO Den Haag, Sjaak Polak. Hartelijk welkom. Ja, leuk. Ja, je zei het net ook al eventjes. Jullie bleven ook nog even hangen bij de huldiging. Dat vond ik ook wel erg sportief. Dus jullie toch nog even wat applaus gaven daar. Ja, maar zo zijn wij ook. Je moet ook het respect op kunnen brengen om bij de tegenstander die kampioen is geworden. Ja, dan kan je niet weglopen. Dat vind ik respectloos. Nou, wij hebben gewoon een prima elftal. En... we hebben ook gewoon gezegd, wij blijven gewoon staan. En we hebben ook gewoon een applaus gegeven. En dat vind ik wel op zijn plek. Ja, en dat vond ik mooi om te zien. Vond het leuk dat jullie er even bleven hangen. Ja, wij hoorden dat vaker ook via de app. Kregen we binnen van dat is vrij netjes. En ik zei, nou, vrij netjes is heel normaal. Maar zo zijn wij gewoon bij ADO. En zo moet het ook zo zijn. Ja. Ja, want de beslissing is gevallen. Het is, kan niemand zijn ontgaan meer. De 5e ronde van de play-offs is gespeeld. En de uitslagen die waren als volgt. VV Alkmaar, Excelsior eindigde in 0-0. Heerenveen pakte de koppositie over in Pool B... door met 1-0 te winnen van PEC. Ajax die schiet de kampioensdroom van PSV aan flarden... door met 3-2 van de Eindhovenaren te winnen. En dus Twente wint met 1-0 van ADO. En dat betekent FC Twente kampioen. In Pool B heeft Heerenveen door de winstcijfertje gewisseld met PEC. Sanne, Twente dus kampioen. Ja, het was wel echt een lekkere wedstrijd. We zeiden het net al even. Maar het was, ik vond het echt lekker om naar te kijken. Ja, maar dat kwam niet per se door wat er aan kwaliteit op de mat werd gelegd. Maar meer gewoon door de spanning. Omdat je op een gegeven moment doorkreeg van... Hey, Ajax staat voor. PSV die is hier aan het verliezen. Stond 3-1. Speelde heel slecht PSV.
En toen dacht je ineens, nu kan het gaan gebeuren. Dus dat bracht wel de spanning in de wedstrijd. En dat bracht ook wel de spanning in de wedstrijd als je het hebt over de passing en over de zenuwen bij Twente. Nou, Renate zei het net al een beetje. Het was niet altijd even goed, maar het was wel heel leuk om naar te kijken. Ja, Frank, jij was commentator daar ook bij die wedstrijd. En dan hou je eigenlijk twee wedstrijden, heet het, denk ik, toch een beetje in de gaten. Nou, dat begint eigenlijk voor mij een beetje in de tweede helft. De eerste helft, denk ik, ja, weet je, er is nog zo lang te spelen. Dan kan ik wel kijken en dan gaan relateren aan de wedstrijd van Twente. Maar laat eerst maar eens die wedstrijd gewoon op gang komen. En eerst maar eens kijken hoe reageert Twente überhaupt op de spanning dat het kan. Hè? Want Tommy Stroot, de coach, was heel van, ah, we kijken wel. 60ste minuut of zo, zei hij. Er is nog een wedstrijd. En tegelijkertijd weet je, als je tegen ADO moet, dat maakt niet uit voor welke tegenstander. Mm-hmm. Die staan sowieso heel compact en die gaan er altijd voor. Dus je weet dat je een hele lastige middag tegemoet gaat. Ja, en dan moet ik het eerst nog maar eens even zien. Ook bij Twente, hoe goed ze ook zijn. Ja. En dat zag je ook wel terug. Want ze hadden het echt heel, heel moeilijk. Eigenlijk pas in de tweede helft kregen ze echt de wedstrijd onder controle aan de bal. Dus ja, dan begint het pas echt spannend te worden. Want komen ze dan vaak genoeg door? Ze misten grote kansen. En dan ga je ook denken, oh, als het allemaal maar goed gaat. En uiteindelijk kwam het dan toch goed. Ja, Sjaak, voordat ik met jou naar de wedstrijd wil, wil ik heel graag weten hoe het met Shanique Dessing is. Het zag er ernstig uit, ze viel uit. Ja, ik heb haar nog gesproken. Er is een afspraak gemaakt dat ze naar het ziekenhuis gaat. En volgens de testen is het een bandje. Dus gelukkig niet de kruisband. Maar het is gewoon vervelend voor haar, omdat zij in een goede flow zat. Dat ze op zo'n knullige manier geblesseerd raakt. En dat meisje zit gewoon in tranen. Die ziet die bekerfinale voorbij gaan. Alles gaat nu in een hele snelle flits voorbij. In de voorgaande jaren is ze redelijk vaak geblesseerd geweest. We hebben haar een plan meegegeven. Uiteindelijk zijn we met haar aan de slag gegaan. Ze speelt nu een heel jaar. Ja, en nu eindstand in de eindsprint raakt ze geblesseerd. Ja. Op het moment dat je een grote wedstrijd mag spelen. Ja, dat is heel erg sneu voor haar, ja. En het was ook niet per se dat je... Sommige mensen zijn heel blessuregevoelig, maar dit was echt een klap, snap je? Het is niet iets wat je had kunnen voorkomen door sterke benen te hebben. Dit was gewoon echt pech. Ja. Dus dat maakt het nog extra zuur van dit. Nou ja, dat klopt. We hebben de slow-mo beelden direct binnengekregen. Ze kreeg een duw in de rug. Ja, waar uiteindelijk ook gefloten had moeten worden. Daarna wilde ze nog wat doen in een actie. Ze bleef staan en toen kreeg ze een knie aan de binnenkant er zo op. Ja, en toen hoorden wij wel wat van au of een soort van gegil. Ja. Toen dachten we, als dat maar geen kruisband is. Maar uiteindelijk zei ze al gelijk, mijn knie. Ja, toen ben ik wel even weggelopen, ja. Ja. Toen dacht ik, dan krijgen we dit weer. Maar goed, je moet door de wedstrijd. Maar je zag dat gewoon impact had op mijn ploeg. Ze bleven maar omkijken naar de kant. De wisselspeelsters die gingen staan. Die bleven ook maar turen. Ja, ja, dat had wel eventjes een moment dat ik dacht van ja, goed, we moeten wel door. Ja. Maar dat hou je niet tegen. Dat is een emotie. En zij zit in totale tranen ook langs de kant van het veld. En je zegt het al, die bekerfinale. Ja, dat is natuurlijk het hoogste voor jullie op dit moment. En jullie hebben daar niet, jullie deinsen niet terug in die wedstrijd. Jullie hadden wel gewoon een plan van, we gaan er wel voor. Terwijl je had misschien ook kunnen denken, nou ja, weet je, dan spaar ik er een paar en dan... Nee, maar sparen, dat doe ik nooit. Ik ben als speler zo geweest. Ik wil alles winnen. En als ik kapot ben, ben ik kapot. Ben ik moe. Maar iedere wedstrijd die je wil winnen of kan winnen, moet je winnen. Ja, en ik vind het ook respectloos naar andere clubs toe. We moeten het ook gewoon zelf doen. Buiten het feit dat we het FC Twente afgelopen wedstrijden heel moeilijk hebben gemaakt. En ik hoorde Renate zeggen, ja, over spanning. Ik moest eigenlijk wel een beetje lachen. Want ik denk dat het ook meer te maken heeft met, oh, we krijgen Den Haag, hebben we niet van gewonnen. Dat zal nog wel eens heel spanning, lastig kunnen worden. Spanning. Ja, maar merendeels voor het kampioenschap. Dit is dubbel. Maar ik zat echt na te denken van, ja, zal ik het roepen van PSV 4-0 voor? En dan ga je op een gegeven moment, ga je ze echt... Maar ik denk, nee, ja, dat kan ik niet maken, joh. Ik ben ook een rat, eerste klas.
Maar dat vond ik te ver gaan. Dat zelfs dus dat niet. Nee, ja. Maar dat past ook niet. Dat hadden ze ook niet geloofd, denk ik. Nee, dat was niet. Nee, dat misschien ook niet. Maar je gaat wel onrust ga je krijgen van oh shit. En dan kan je misschien iets creëren binnen het elftal dat ze nog meer foute ballen gaan geven. Ja. Ja, waardoor wij kunnen toeslaan. Maar dat is een beetje, ja goed. Nogmaals, ik ben gewoon een rat. En buiten het voetbal ben ik best aardig. Dus dat scheelt wel even. Ja, nee, dat vinden wij ook wel. Een ja. Aardige rat. Maar aardige je hebt het rat. Goed gedaan. Sjaken er netjes. Ja. Ja, PSV stond dus niet 4-0 voor, maar PSV verliest met 3-2 van Ajax. Frank, was het eigenlijk een beetje verrassend dat Ajax weer een keertje won? Nee, niet tegen PSV, vind ik. Want de frustratie is natuurlijk sowieso dat ze al uitgeschakeld waren. En dan wil je ook als Ajax zijnde, ja, dan maar ook niet PSV natuurlijk. Want die willen hun eerste prijs. Nou, dat is Ajax de eer daarna. Dus dat wil je gewoon verstieren. En ja. Dat is ze gelukt. Dus blijkbaar konden ze zich daar heel goed voor motiveren. En ze willen ook het seizoen goed afsluiten. Gaan een paar meiden ook weer weg. Dus er zaten ook wel wat linkjes, hoorde ik gisteren na de wedstrijd al. Van ik heb even contact gehad met die. En dat werkt toch ook wel op de een of andere manier. Oh ja? Dus, Speelsters hebben Ajax speelsters benaderd van... Even extra de beuk erin, help ons even. Maar ze zongen toch helemaal niets in Amsterdam. Ja, dus blijkbaar was de dankbaarheid niet zo groot. Nou ja, dat is de dubbele boodschap die erachter zit natuurlijk. Hè. Je kon in één boodschap twee ploegen uitzwaaien voor de titel. Dus dat is natuurlijk mooi. Nou, ik hou daar niet van hoor, helemaal niets in Amsterdam. Ik zou het gewoon lekker bij jezelf houden. Dat zou ik ook doen. Je wordt kampioen. Hetzelfde als dat mensen altijd tegen Ajax zijn. Überhaupt ook bij het mannenvoetbal, weet je wel. Wees gewoon trots op jouw club, maar ga dan niet roepen helemaal niets in Amsterdam. Want ze zongen ook iedereen die haat ons. Ja, waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Twente zong dat? Ja. Oh, echt? Dat is een supportersliedje. We bellen Renate Jansen nog even terug. Maar ja, goed, dat slaat wel aan. Ja. Want we hadden ook zoiets van, ja, waarom nu op dit moment? Ga gewoon je feest vieren. Je bent kampioen. Maar goed, dat soort liederen, ja, die gaan komen. Dat ja, weet ik. En supporters heb je natuurlijk sowieso niet in de hand wat dat betreft. Die speelsters waren natuurlijk ook... aan het begin van het seizoen werd Twente heel snel afgeschreven omdat ze een valse start maakten. Ja. En ze zijn eigenlijk nooit meer meegenomen tot aan de dag van de wedstrijd tegen ADO. Was het nog steeds, PSV gaat het wel redden. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik altijd om me heen hoorde. En als ik dat hoor, horen zij dat ook. Tuurlijk. Dus dan is het na afloop wel van lange neus. De groeten, wij gaan ermee vandoor. Nou, op een gegeven moment vlak voor de play-offs, toen zij 27 doelpunten in 3 wedstrijden scoorde of zo, toen draaide iedereen wel. Toen draaide iedereen wel een beetje om. Ik draaide hier in niet. Deze studio. In deze studio draaide iedereen om. Ik denk in de play-offs, elke keer voorafgaand aan de wedstrijd, vroegen wij ook onderling van, wat denken jullie? En ik was vaak bij wedstrijden van Twente. En het was altijd de tegenstander van Twente. Dus nee, ik denk dat PSV wint. Nee, ik denk dat Ajax wint. Ja. En terwijl Twente was de ploeg in vorm. En Twente was de ploeg die echt naar die play-offs had toegewerkt. Terwijl Ajax was wisselvallig. Dan weer goed, dan weer redelijk goed. Dan weer niet zo goed. Ja. En PSV, ja. Nou, vorige week dacht ik nog wel dat PSV een goede kans maakte. Omdat ik Twente zo gefocust vond op dat ze de Champions League hadden gehaald. En ook voor de wedstrijd gisteren dacht ik weer, dat ging heel erg over de wedstrijd volgende week. Dus ik was nog echt wel heel erg van, wie zal het worden, wie zal het worden? Ik, niet dat ik verbaasd ben dat Twente ben geworden, want ze zijn het geworden. Maar ik dacht op een gegeven moment meer aan Twente en PSV allebei. Ja. Speelde PSV gisteren zo slecht dan? Of was Ajax eigenlijk gewoon een hele goede doen? Beetje van beide. PSV was echt niet goed. De goal van de eerste goal van Joelle Smits was notabene volgens mij buitenspel. En ik denk ook... Wat zeg je? Die heeft geloof ik heel veel buitenspelgoals gemaakt, geloof ik. Ja? Nou, tegen ons ook al een aantal keren. Dus, maar nogmaals, ik vind het echt een fenomeen. Ja. Zij is echt goed. Dat slaat nergens op. Ieder kans die ze krijgt, die zit gewoon. Zit, ja. Nou, moet ik wel zeggen, dat als ik keeper was geweest en ik was haar tegenstander geweest. Alle keepers in Duitsland, zou ik dit eigenlijk moeten zeggen. Je moet zorgen dat zij... Ze gaat altijd één keer faken voordat ze er langs gaat. Dus als ze één op één op de keeper gaat, ze doet altijd één sleepbeweging. En dan pas schiet ze de bal. Ja, ze kan faken wat ze wil, maar ze schiet hem toch wel binnen. Ja, het is echt niet normaal. Als keeper moet je gewoon op je benen blijven staan bij haar. Ja. Niet gaan. Ja. Nou ja, goed, we ondertitelen dit ook in het Duits voor de socials. Zodat al die keepers dit ook even kunnen meenemen.
Ja, ze doet altijd hetzelfde, maar ze doet het inderdaad wel altijd goed. Beetje. Zo. Ja. De ene meneer Robben doet het ook altijd. Maar... Ja, die doet het ook altijd, letterlijk. Dat zijn natuurlijk de beste, hè? Als je iets altijd kan herhalen, dat iedereen weet dat je het gaat doen, maar dat je het dan alsnog goed doet, dat is natuurlijk, dan ben je een topspits. Ja. Dus, maar we gaan kijken hoe ze het in Duitsland doet. Ja, ze gaat in ieder geval niet weg met een prijs, dat weten we nu. Of tenminste, niet nog... met de schaal. Kan nog met de beker, daar gaan we het zo over hebben, Sjaak. Nog even naar Pool B. Even kijken. Heerenveen wil het even hebben. Want VV Alkmaar, Excelsior was 0-0. Dat, niet ik denk wel dat wedstrijd. Het voor de B-pool fijn is dat er een einde komt aan het seizoen. Dat denk ik ook wel. Het is voor iedereen heel moeilijk om zich nog te motiveren om die B-pool wedstrijden te volgen. Je kan je niet meer in de kijker spelen, anders niet echt. Volgende week wordt nog wel leuk, want dan wordt nog bepaald wie dan de best of the rest wordt officieel. En wie de laatste wordt, maar... Ja, de schwung is daar wel een beetje uit. Ja, Heerenveen is dan nu wel best of the rest, doordat ze winnen van PEC. Dat is op zich wel leuk, zeker in deze tijden voor Heerenveen. Nou ja, ik las dat Heerenveen weer in zwaar weer verkeert. Die hebben financiële problemen. Die gaan een sponsorloop doen, want die gaan 65.000 euro proberen op te halen. Dus ik weet niet of je nog mijn eigen clubje doet ook aan sponsorlopen. Graag een kunstgrasveld. Dus, nee, maar het blijft dat is nog natuurlijk iets duurder. Niet doen. Het blijft natuurlijk wel. Ik vind het wel bijzonder dat Heerenveen alweer in de financiële problemen is. Het is denk ik de derde keer inmiddels. Elk seizoen beginnen ze weer met financiële crisis. En ergens moet hier een systeem komen vanuit de KNVB of überhaupt. Vanuit de UEFA of ergens dat er een soort bottom line komt voor financiële steun voor dit soort clubs. Want het kan niet dat er elk jaar weer 65.000 euro blijkbaar nu moet worden opgehaald om de Eredivisie compleet te krijgen en te houden. Want we hebben nu weer een nieuwe opzet. Dat is belangrijk dat er veel teams zijn. Nou, dan gaat Heerenveen er misschien weer uit. Ik vind het echt heel slecht voor het Nederlands voetbal. Zeker. Dus als je nog een euro over hebt, dan maar moeten wij het maar weer met crowdfunding oplossen. Maar we moeten gewoon naar een systeem toe waar geen crowdfunding meer nodig is om de Eredivisie levend te houden. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? We gaan naar onze telefoon die rondzwerft in de Eredivisie. Sabrina en Lucie van FC Twente, die had vorige week de telefoon. Maar ja, hij is bij FC Twente gebleven. En de vraag is, ligt hij onder in de tas naast een fles champagne te pikken? Of heeft ze hem doorgegeven? We gaan even bellen. Ik zou het heel grappig vinden als hij nu in de gang afgaat... dat jij hem hebt gekregen, Sjaak. Ja. Nee. Ik heb hem niet gehad. Hi, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Oh. Amber, jongen. Amber Verspaget. De enige echte Brabander. Hey, goedemorgen. Dit is nou echt Amber de gekste. Ja, is dat Amber de gekste? Dit is Amber de gekste. Waarom is dit Amber de gekste? Vertel het ons. Hij is altijd... Ja, leg er maar eens uit. Nee, hij is altijd vrolijk. Goed in de kleedkamer. Geeft altijd alles. Ja, en gewoon een fantastische meid om mee te werken. Maar ik kan ook boos worden, hoor. Ja? Dus ja. Als het er even niet zint, dan moet je even een blokje om. Kijk. Ja, zelfs ik. Maar nee, het is een geweldige meid om mee te werken, ja. Nou, dat kijk, wat enorme een sprongen. Wat een introductie op de maandagochtend, Amber. Zo wil je iedereen wakker worden, toch? Nou, dit is wel een hele mooie start van de maandagochtend, moet ik zeggen, ja. Ja, Sjaak zit hier dus in de studio. Dat had je inmiddels nu al wel door. En ik begreep van Sjaak dat jullie ook af en toe hem wel eens te grazen nemen... als het gaat om een grapje her en der. Wat is het meest recente grapje dat jullie hebben uitgehaald bij hem? Het meest recente grapje? Nou, ik denk dat met 1 april al wel een grapje uitgehaald is, Sjaak. Oh. En hij zegt dat hij er niks van geloofde. Maar ja, we zagen de pure paniek in zijn gezicht. Toen we een soort opstootje gingen veroorzaken, zeg maar, op de training. Dus twee meiden gingen een beetje met elkaar bekvechten en zo. En toen ging iedereen een beetje zo'n grimmige sfeer maken. En Sjaak liep er echt zo naartoe. En onze assistent-trainer die zat een beetje in het complot, dus die deed mee. En ja, Sjaak liep er naartoe en hij ging een beetje van een afstandje kijken. En hij zei... Ja, uiteindelijk dat hij er niks van geloofde. Maar je zag gewoon in zijn gezicht van... Nou meiden, wat gebeurt hier nou weer, weet je wel? Dus dat was wel grappig. Kijk, dat is wel goed. En nog andere recente grappen, Sjaak? Want 1 april is wel lang geleden. Ik geloof bijna niet dat het zo lang heeft geduurd. Ze proberen je natuurlijk altijd in de maling te nemen. Maar ook
als je even loopt, dan speelt... Ja, ze probeert me altijd door mijn benen te spelen. Maar volgens mij was ik de laatste die dat door de benen heeft gespeeld. Dus toen vonden ze het ook weer even leuk. Maar... Morgen trainen we weer aan Sjaak, dus bereid je maar voor. Nee, ik koop een ritssluiting op de Haagse Markt, dus dat gaat moeilijk worden. Nee, maar ze hebben ook een keer... maar dat is iets langer geleden geweest... hebben ze een keer mijn hele tas ondergestopt met maandverband en tampons en de hele rotzooi. Omdat ik een keer begon over, ja, je moet oppassen als ze een maandelijkse dingetjes zouden hebben. Nou, ja. dat is mij duur komen te staan. Oh, ja, dus, ja. Nee, maar het is een geweldige groep. En ja, ze hebben me nu ook wel in de gaten dat ik ook overal tegen kan. Ja, en ik maak ook wel eens geintjes. Dus ja, wat dat betreft moet je geven en nemen, toch? Ja, maar ik denk dat hoort er ook gewoon bij. Je moet het, absoluut. Je moet het samen doen, dus je moet ook kunnen lachen, maar ook kunnen incasseren. 100%. Nee, maar zij gaf trouwens wel aan van... hij deed net alsof hij... nee, maar dat was ook echt zo. Want ik zag eerste instantie... Alex zag ik ineens schreeuwen, onze assistenttrainer. Maar ik haat het woordje assistent, hij is gewoon trainer. En op een gegeven moment... Ja, Sjaak, nu moet je echt ingrijpen, want het gaat helemaal fout. En ik zag Van Belen, die zei, ja, dat kan toch niet. In de kleedkamer ging het ook al. En op een gegeven moment, dus ik loop heel rustig zo richting de middenstip. Maar ik zag Gwyneth Hendricks, die zag ik lachen. Oh ja. Dus ik dacht, Gwyneth. Ik denk, fuck, ik was daar bijna ingetrapt. Want als ik dat niet had gezien, ja, dan had ik voor gaas gegaan. Dus ik denk, ik wacht hier eventjes. Dus ik ging... Ja, echt zo met mijn armen over elkaar staan. En toen gingen ze ineens... gingen ze lachen en het doen. Ja, toen dacht ik... Oh, ik was er echt bijna ingetrapt. Oh, bijna. Ja. Het was weer toch weer Hendrik. Maar het was wel een goede actie. Het was wel een goede actie. Ja, dan weten we nu al weer waar het lek zit, hè. Het is weer een Amber, ik zou hier nog uren mee door willen gaan... omdat de ins en outs van deze trainer naast me... die hoor ik maar wat graag. Maar ja, ook deze telefoon moet nog één keer worden doorgegeven... En de vraag is, zou jij kunnen proberen om dat toch aan iemand van Ajax te doen komend weekend? Want die hebben we nog niet in de show gehad. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, doe maar. Dat zouden we echt heel leuk vinden. We willen je in ieder geval bedanken voor het feit dat je nu in deze ochtend hebt opgenomen. En dan wens ik je morgen veel succes met de training. Want ik geloof dat er een panna-competitie gaande is tussen jou en Sjaak. Dus dat wordt oppassen. Beentjes bij elkaar. Zeker, ja. Zeker, ja. Hij kan maar beter zijn broekje nat maken. Dat komt niet. Amber, dankjewel. Een hele fijne dag nog vandaag. Oké, hetzelfde. Doei. 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 Ah, heel leuk. Heel leuk. Dan gaan we naar de Oranje Leeuwinnen. Want als je wil weten wat die hebben gedaan afgelopen week in 1 minuut... dan moet je even je volume wat harder zetten. Want Sanne gaat het je allemaal vertellen in 1 minuut tijd. 1 minuut, oké. Tune er maar onder. Jongens en meisjes, wat zijn de vrouwencompetities spannend in Europa? Het Songfestival is er niets bij. Zowel Wolfsburg als Bayern München kunnen nog kampioen worden. Beide ploegen wonnen dit weekend en dus gaat het daar aankomen op de allerlaatste speelronde. Bayern München heeft het kampioenschap nog in eigen handen. Zij hebben 2 punten meer dan het Wolfsburg van Jansen en Van der Sande. En als het Bayern van Berenstein de bibberende beentjes in bedwang houdt, worden zij op 6 juni gewoon kampioen. Ook in Frankrijk is het een nek-aan-nek race. Niet te verwarren met de nek-aan-nak race van gisteravond. Want het gevecht gaat daar tussen PSG en Olympique Lyon. Daar spelen geen Leeuwinnen. Maar Katja Snoeys was wel de tegenstander van Olympique. Ze stond in de basis, maar verloor met 1-0. PSG en Olympique spelen aanstaande zondag nog tegen elkaar. Dus dat belooft een absoluut spektakel te worden. Anouk Dekker en Weerde wonnen wel met Montpellier. Maar daar wonnen ze niks speciaals mee. Van Dongen speelde 0-0 gelijk. Ze deed zelf niet mee, want ze had last van een terugkerende blessure. Namelijk het hebben van te veel gele kaarten. En Loes Geurts maakte deze week haar rentree. Daarmee kiepte ze alweer haar 100ste wedstrijd in Zweden. In Göteborg, dat nu BK Hekken heet. Het is te hopen voor Geurts dat daar alle ballen vanaf nu ook in de hekken vliegen. Nou, volgens mij was het gewoon een minuutje, hoor. Sneller nog. Nou, dat is fijn, want we hebben last van haast vandaag, volgens mij. Ja, we hebben last van haast, een beetje. Als we dan toch last van haast hebben, wil ik kort nog even ingaan op het feit dat het Nederlands elftal, de Oranje Leeuwinnen, een nieuwe bondscoach hebben. Mark Parsons heet hij. En de assistent, wat ik eigenlijk niet mag zeggen van Sjaak, maar dat zeg ik dan nu toch even, is dan Jessica Thorny. Sanne, wie is Mark Parsons? Nou ja, het meeste is natuurlijk in de media al wel over gezegd. Dus ik ga het voor de kenners een klein beetje herhalen. Maar voor degene die het nog niet weten. Het is een Engelsman met een Amerikaans paspoort. Die ervaring heeft in de Engelse competitie bij Chelsea. Maar vooral in de Amerikaanse competitie bij de Portland Thorns. Hij is, dat is het meest opvallende eigenlijk, pas 34. Dat maakt hem dus net zo oud als Anouk Dekker.
En Loes Geurtsen, die ik toevallig net benoemde. Maar nou ja, hij is heel jong, maar hij heeft superveel ervaring. Hij heeft echt grote namen gecoacht. Hij heeft grote wedstrijden gespeeld. Hij weet wat het is om kampioen te worden. Maar dat wel in clubverband. Dat is de grootste opvallende, dat hij nog geen bondscoach is geweest. En daar kijken de meeste mensen ook nieuwsgierigheid naartoe hoe hij dat gaat doen als bondscoach. Maar ik moet zeggen, ik vind het een hele interessante keuze. En ook ik ben wel positief over Mark Parsons. En Frank, dus geen Jessica Thorney. Want mensen dachten toch, die gaat het worden. Ja, maar die zou het ook gaan worden. Totdat ze zelf zei, de KNVB kwam met willen Sarina Wiegman 2.0. En toen zetten ze even 2 stappen achteruit. Dan, wacht even, dat ben ik niet. Dus dan word ik het dus niet. Ja, en dan moet je op zoek naar de volgende met die hele rugzak van Sarina 2.0. Ja, die is er eigenlijk niet. Ja, nee. Eentje misschien of twee. En als die allebei wat anders gaan doen, dan ben je eigenlijk zuur. Dan moet je op zoek naar een alternatief. En dat is nu Mark Parsons geworden. Ik denk dat het qua keuze wel een goede is. Hij speelt met de Portland Thorns wel op een manier die je ook op Oranje kunt projecteren. Maar als je nu, en ik had gisteren die discussie met Leon de Stendler voor de wedstrijd van Twente tegen ADO. Dan, als je nu die twee cv's naast elkaar legt en je zegt, hey, het wordt Mark Parsons en niet Jessica Thorney. Waarom eigenlijk? Want Parsons moet zijn coach betaald voetbal nog halen, bijvoorbeeld. Nou, als je dat op de KNVB-manier doet, dan ga je dus bij een club en dan moet je stage lopen. En dan moet je dus iemand hebben die je beoordeelt. En op papier zou dat bij Oranje kunnen, maar dan moet je beoordeeld worden door Jessica Thorney, want die heeft wel een diploma. Dat is eigenlijk, als je het zo gaat bekijken. Als je het op die manier bekijkt, is het natuurlijk heel raar. Maar dan kijk je echt puur en alleen naar het papier op cv. En zo werkt het in de normale business ook niet. Ik ben ook niet altijd aangenomen alleen maar op mijn cv, maar ook omdat ik gewoon de werkzaamheden die ik heb verricht. En laten we wel wezen, er is gewoon echt een enorm verschil of jij voor uitverkochte stadions hebt gespeeld met pers van tevoren, pers daarna, veel kritiek als je verliest. Die druk, dat heeft Jessica gewoon nog niet meegemaakt. Want die heeft alleen nog maar SC Heerenveen gecoacht en een jong elftal. Ik persoonlijk vind de kritiek van, ja, Jessica Thorney heeft een beter cv niet helemaal opgaan. Want daar gaat het niet om. Het gaat om ervaring. En het bondscoachschap is zoveel meer dan je papiertje hebben. Het is vooral ook omgaan met die spanning, die kritiek, die druk en alleen al het spelen voor een uitverkocht stadion. Dat je die catacombe uitkomt. Dat er 60.000 mensen op de tribune zitten. Zoiets, ja, dat kan je denk ik niet als bondscoach voor het eerst meemaken. Nee, ik vertegenwoordigde hier even het standpunt van Leon de Stendler. Ja, okay. Ik deed jou voor die wedstrijd. Oké. Zijn ze toch allebei voorbij gekomen. Sjaak, jij bent niet gebeld? Nee. Nee. Zou je het willen doen? Ooit? Ja, ooit, tuurlijk. Als je met de beste speelsters van Nederland en Europa kan werken, dan ben je gek als je dat niet doet. Maar goed, daar is alles over gezegd. Ik heb heel veel gelezen. Ik had trainer kunnen worden bij Twente. Ik had trainer kunnen worden bij Oranje. Ik had trainer kunnen worden in het buitenland. Maar goed, ik zit gewoon bij ADO. En ik moet ook gewoon mijn papier halen. En ik wil ook stappen maken. Ik heb ambities. Maar goed, dan moet ik er eerst maar eens tussen komen. Dat is al een lastig iets, maar ik ga er alles aan doen. Want ik wil gewoon echt stappen maken. Maar je gaat inderdaad eerst nog een jaartje door sowieso bij ADO. Jazeker. Want gaf dat dan de doorslag dat je dacht, bij ADO kan ik groeien tot, nou ja, wie weet wat er hierna komt? Nou ja, groeien. Je groeit iedere dag. Je ontwikkelt jezelf steeds meer. Je traint iedere dag. Je probeert ze steeds wat meer dingen bij te leren. Maar als je coach betaald voetbal hebt, ze zeggen altijd maar van niet. Ik ben er 100% van mening van. Dan gaan overal in de wereld gaan de deuren open. Die zijn toch geïnteresseerd in hetgene wat doe je? Wat heb je gedaan? Voetbalachtergrond. Maar ik weet dat ik het kan. Ik weet hoe je ook met bepaalde dingen om kan gaan. Ik weet ook hoe je met vrouwen en mannen om kan gaan. Ik weet ook wat ze nodig moeten hebben. Maar ook niet. Want ik heb er ook zelf binnen gestaan in die kleedkamer. Maar het is niet aan mij om dat hier te gaan te vertellen. Maar ja, dat ik ambities heb is duidelijk. Ja. Ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen nee. Tuurlijk.
Jullie hebben echt een goed seizoen gedraaid. We hebben het hier ook vaak besproken in deze studio. Sanne heeft zelfs een keer gezegd, als je twee keer van ADO wint, dan ben je kampioen. Ja, dat heb ik gehoord, Ik kreeg geen gelijk. Je kreeg uiteindelijk geen gelijk. Maar is voor jullie het seizoen nu alleen geslaagd als jullie de bekerfinale winnen? Nee, helemaal niet. We hadden nooit verwacht met deze hele jonge groep die play-offs te halen. Dat zat er wel in. Want wij spelen gewoon heel aanvallend. Eigenlijk een beetje te aanvallend voetbal. En dat met deze hele jonge groep. Ja, we hebben wel gezegd, de ambitie is er om in die pool te komen. Ja, alleen ik heb wel gezegd, ik wil meer punten halen als we in die pool komen. Nou, dat blijkt nog wel een beetje te zwaar te zijn. Maar het zit ook niet echt mee, moet ik zeggen. Maar ja, we missen nog even te veel kansen. Ja. Verder spelen we prima. We doen niet voor spek en bonen mee, zeg maar. Nee, zeker. En dat vind ik een heel mooi pluspunt. En buiten dat ben ik gewoon ongelooflijk trots op mijn meiden. Want ze geven iedere wedstrijd, iedere training alles. Ja, en we geven niks cadeau. Nee, niks. Nooit. Dat hebben we gisteren niet gedaan. Dat gaan we volgende week niet doen. Maar in die bekerfinale zeker niet. Nee. Want dan is het één kans. Ja, dan wordt het erop en erover. Ja, en we zullen wel iets anders gaan doen. Want ja, PSV is zo dodelijk effectief. Als je daar volle bak druk op wil geven, ze schiet die ballen maar naar voren. Ja, daar hebben we wel wat problemen mee. Maar daar hebben we nu ook op getraind. Dat zag je ook tegen Twente. Dat we daar iets anders stonden. En dat blijkt dus heel goed te helpen. Want Twente, ja, je gaf het aan. Die hebben geloof ik de afgelopen wedstrijden 100 goals gemaakt. Ja, tegen ons hebben ze daar toch wel moeite mee. Ja, dus dan ben ik daar wel tevreden mee hoe we daar tegenover hebben gestaan. Ja. Het bleek net ook al een beetje uit het gesprek wat we met Amber hadden. Volgens mij ben jij een leuke trainer voor die meiden. Ik had even contact met Gwyneth Hendricks. Ik zei van, joh, hè, wat voor trainer is Sjaak? En toen zei ze, nou weet je, ik stuur even een videootje, dan weet je het. Komt-ie. Hoi Sjaak, je favoriete spul zit hier. Heel veel plezier bij de podcast. Ik vind je sowieso een toptrainer. En die weet ik allemaal. Wij zijn blij met Sjaak als trainer omdat de jonge meiden de kans geeft om zich te ontwikkelen en zich te laten zien. Daar mogen we fouten maken en ondersteunt hij ons daarin. De Los Focus ligt vooral op de KNVB-bekerfinale en we willen een mooi resultaat natuurlijk halen. Om daarin Sjaak, ADO en de hele stad trots te maken. Ja! Ja. Hoi Sjaak, jij zit nu in de podcast. Wij willen graag wat iets tegen je zeggen. We zijn dankbaar voor je humor, enthousiasme en passie. En we gaan afsluiten met een prijs! Yes! Hey Sjaak. Ja, nu denk je, oh nee, nu zijn deze meiden aan de beurt. Ja, die krijgen het echt te horen van ons, dus bereid je maar even voor. Want in Brabant zeggen we dat het mooi is dat jij onze trainer bent. Maar hier in Den Haag vind je het vooral Mary dat je onze trainer bent. Een man die alles kan. Of ja, dat denk jij, met je treurenstel nu. Maar op het voetbalveld is het tegenwoordig daar op het trainingsveld ook niet zoveel meer met dat linkerbeen. En al die dingen meer. Maar goed, even serieus. Je bent de toptrainer en we gaan een hele mooie bekerfinale van maken. Dus ik zou zeggen, let's go. En die Haagse vrouwen gaan het doen. Come on! Yeah! Nou, dat is lief, toch? Ja, dit is mooi, ja. Ja, dit is een behoorlijke verrassing. Ik laat ik het zo zeggen, ja. Ik ben een harde jongen, maar daar word je wel een beetje emotioneel van. Je doet er alles aan om ze te ontwikkelen. En je bent altijd maar weg van huis. En ik ben er altijd voor ze. Maar als je dan dit ziet, ja, dit is mooi. Ja, wat raak je dan het meeste zo als je ze allemaal zo ziet toespreken? Want ik vroeg het eigenlijk alleen aan Gwyneth, maar die zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga iedereen erbij halen. Ja, maar dat kijk, dat bedoel ik. Het is echt een team. En ik ben altijd wel hard voor ze. En althans hard, duidelijk. Ik vraag altijd het uiterste. Maar dit is gewoon een geweldige groep om mee te werken. En ze kunnen alles tegen mij zeggen. Tot aan echte details aan toe. Privé sferen, al die dingen meer. Ja, en je probeert ze daarin ook te helpen. En wat ze ook terecht aangeven. Ze mogen bij mij echt heel veel fouten maken. Want daar word je beter van. En, maar als je dit ziet. Ja, ik zit hier gewoon met kippenvel. Ja, en ik doe het niet alleen, hè, want mijn gehele staf die is daar ook mee bezig. De clubleiding. Maar dit is toch mooi? Ja. Dit vind ik eigenlijk de mooiste compliment die je kan krijgen. Want zij weten hoe ik werk. Ja, dit is gewoon mooi. Dit is. We gaan er alles aan doen om die beker te halen, ja. Mooi hoor, Sjaak. Ja. En ga je drummen als je wint?
de bekerfinale? Dat zit er duidelijk aan te komen. Dan gaan er wel meer dingen gebeuren als we winnen. Dus daar blijven denk ik niet alleen bij. Maar, niet alleen drummen. Maar nee. Laten we hem eerst pakken en dan gaan we verder kijken. We gaan er alles aan doen. Korte Zeker. Prognose hier aan tafel. Sanne, Frank, hoeveel kans maakt ADO? Als Barbara Losheid op haar benen blijft staan en Joelle Smits daardoor het leven zuur maakt. Barbara, luister naar deze talkshow. Ja. Dan zeg ik 1-1 en ADO na strafschoppen. Oh ja. Frank? Daar teken ik voor. dus ik vind het lastig. Want normaal gesproken zou je zeggen, Joelle Smits is zo goed. Die gaat altijd een goal maken. Dat betekent dat als ADO wil winnen, zullen ze er 2 moeten maken. Er zit zoveel karakter in. En ik gun PSV hun eerste prijs, want ze snakken ernaar. Vorig jaar waren ze zo dicht bij een titel, ging het zo lekker. Daar zaten ze er zo goed in. Nou, ik gun het ze ook, maar om ze iets zeker, meer. Maar, ja, snap ik zeker. Maar dat is dus, ik gun het, jouw ploeg. Ja. Hè, gewoon een echt elftal waar zoveel karakter in zit. En die zich echt in zo'n wedstrijd kunnen vastbijten. Ja, die gun ik het ook. Dus hij zit aan tafel, dus ik geef hem aan ADO. Heel goed, want anders had ik je eruit gezuurd. Dan moet je van goede ijzer komen. We zijn niet helemaal klaar, dus het is fijn dat iedereen even blijft zitten. En het is een wedstrijd op zich, dus je weet het niet. Maar alles kan, alles over, kan. Over 2 weken weten we het wel. We bouwen in deze talkshow aan een bijzonder team, het ING Best Team Ever. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren. Samengesteld door bekende liefhebbers. Vandaag de eer aan Sophie Straat. Haar nummer voor Ajax doet het erg goed. Maar welke speelster gaat zij toevoegen? Hoi, ik ben Sophie Straat. En het liefst dat ik nu jullie een liedje toegestuurd van hoe sick Vivi aan de Middenmeij is. Maar ik ben echt net iets te dronken daarvoor. Dus daarvoor in de plaats heb ik haar genomineerd voor mijn dreamteam. Vivi aan de Middenmeij, ik wil haar in mijn team. Ze is de beste, ze is de snelste, ze is de meedogenloze spits van heel Nederland. Ik wil haar in mijn dreamteam. Sophie, Vivianne Miedema, zet hem even bij, Sanne. Yes. Dan ga ik even vertellen dat iedere week kiezen we hier in de studio de beste speelster van het afgelopen weekend. Nou, volgende week zullen we uitreiken de beste speelster award. Deze week zullen we op alle social media de kanshebbers bekendmaken. En daarvoor willen we van jou weten wie er moet winnen en waarom. Dus laat je horen en zorg ervoor dat je favoriet niet over het hoofd gezien wordt. Dus daar gaan wij volgende week mee verder. We kunnen nog wel even stemmen hier aan tafel nu. Even heel kort. Renate Jansen. Renate Jansen. Wordt het hele seizoen? Ja. Renate Jansen. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan, ja. Nou, dan komt ze volgende week sowieso en neem die schaal mee, Renate. Nee hoor, er wordt nog gestemd op social media. Dus laat ook vooral weten wie jij graag genomineerd ziet worden. Hiermee is allemaal weer bijna aan het einde gekomen van de aflevering van vandaag. Maar we gaan natuurlijk nog even bekendmaken wie de Pure Energie Eredivisie Vrouwen hoodie heeft gewonnen. Ja, op ons Instagram-account heeft Simone B. Ze wordt ook gezocht. Of, ja, dat is haar account, denk ik dat dan. Dat is haar account. Ze is al gevonden. Klop je achter de bossen. Dit is een aflevering van Opsporing Verzocht, de podcast. Ja, Simone B, we zoeken Simone je. B. We zoeken je. Nou ja, we zoeken haar ook echt. Want haar man heeft ons vergeleken met VI voor vrouwen. Ah. En dat is natuurlijk een misdaad op zich. Dat vind ik inderdaad een misdaad, ja. Ja. Dus Simone B., als je weet wie ze is, weet je te vinden. Nee, laten we afspreken dat als je ons niet meer vergelijkt met Johan Derksen, dan krijg je een trui van de Eredivisie, Pure Eredivisie podcast. Nou, vind ik een goeie. Dus neem even contact met ons op en dan krijg je de hoodie zo snel mogelijk thuis gestuurd. Wil je ook een hoodie winnen? Laat dan een comment achter op ons YouTube-kanaal, op ons Instagram-account of mail ons via talkshow@knvb.nl. Ik wil heel graag mijn gasten hier aan tafel bedanken. Frank Wielaert, Sanne van Dongen en natuurlijk Sjaak Polak. Heel veel succes in die bekerfinale. En laten we dan zorgen dat als jullie winnen, dat we dan ook even met jou bellen. En dat je ook even laat zien hoe je woonkamer eruit ziet. Helemaal getrashed door de hele zooi en dat soort dingen. Maar, ja, de speelsters die liggen daar niet hoor. Dat ken ik je wel vertellen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Als we hem winnen, ben ik ook niet thuis, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat... maar goed, we gaan het zien. We hebben in ieder geval van ADO genoten dit seizoen. We hebben jullie vaak besproken en ik vind het top dat je er was vandaag. Nou, hartstikke mooi om te horen. Dat is ook weer een compliment. Dus we gaan ermee door. Thanks. Ja, we sluiten af met historie. En deze week is dat echt een fantastisch moment. Het best bekeken tv-moment uit 2017 met maar liefst 2 miljoen kijkers. Duizenden mensen, waaronder ikzelf, die waren er live bij in Utrecht. En dan heb ik het natuurlijk over de huldiging van de Oranje Leeuwinnen toen ze Europees kampioen werden.
Nummer 1. Oranje Leeuwinnen op jacht. Op 7 augustus 2017 schudde Park Lepelenburg in Utrecht op zijn grondvesten toen 10.000 fans het Nederlands vrouwenelftal toejuichten als de nieuwe Europees kampioen. Er werd gedanst en gesprongen, speelsers en fans die zongen: "Je krijgt die lach niet van mijn gezicht." 3 weken lang was het land in de ban geweest van vrouwenvoetbal. Van de dribbels van Lieke, de lach van Shanice, de tackles van Sherida, de reddingen van Sari en de steekbasis van Jackie. De ontwapende interviews, het enthousiasme van de speelsters en hun voetbalkwaliteiten hadden ervoor gezorgd dat Nederland de Oranje Leeuwinnen, zoals ze zichzelf noemden, in het hart had gesloten. Precies waar bondscoach Sarina Wiegman op had gehoopt. Als een ware dirigent had ze gepuzzeld, geëxperimenteerd en gerepeteerd totdat het team perfect in balans was, als ware het een symfonieorkest. Met strijkers die dezelfde kant op streken, blazers die dezelfde noten speelden en slagwerkers die het juiste ritme bepaalden. En het publiek danste in de maat met ze mee, tot aan de finale in de Golsvesten. Denemarken was de laatste prooi. Het streed, het vocht, het beet, maar het was niet opgewassen tegen de groep hongerige leeuwinnen die zich tijdens een jacht op de Europese titel door niemand liet storen. De oerkreet van Viviane Miedema na het binnenschieten van de 4-2 zorgde voor een siddering in de huiskamers. In het stadion barstte het feest bij de supporters op de tribune al los. De Nederlandse voetbalvrouwen hadden geschiedenis geschreven. Zij waren erbij en dat was prima. Dronken van geluk dansten de speelsters van Oranje de nacht in. De volgende dag tijdens de boottocht door de Utrechtse grachten, toen de zon scheen, de kater langzaam verdween en mensen in de gracht sprongen om hun idolen te feliciteren, kwam het besef. Hun leven zou nooit meer hetzelfde zijn.